Ik ben Gerard van Velde, ik ben coach van schaatsteam Reggeborg. Hoe staat de ploeg ervoor? We hebben een goed zomerseizoen hebben we gehad. We hebben eigenlijk alles wel kunnen doen. Gelukkig geen grote blessures of iets dergelijks. Mensen zijn er fit doorheen gekomen en nu is het een kwestie van omzetten. De voorbereiding draaien die wij willen voor het WCKT. Waar straks de Wereldbeker prijzen worden vergeven. Ons schaatsteam is erg veranderd. De staf. We hebben Allround hebben we erbij gekregen, waar Robin Derks aangesteld is om dat te gaan doen. Mijn rol is eigenlijk niet veranderd in de sprint en de middenafstanden te bedienen. Dus ja, we zijn ten opzichte van vorig jaar zijn we gewoon weer uitgebreid. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En het is gewoon een super grote uitdaging om deze mensen naar de grote wedstrijden te brengen zo goed als mogelijk. Nou, ik vind bewegen sowieso altijd erg leuk en het hoort eigenlijk gewoon bij mij het sporten. En ja, ik vind zo af en toe een wedstrijdje rijden vind ik gewoon heel erg leuk. En mede de allrounders die hebben me ook erg geholpen. De ritjes die gaan gewoon een stuk harder, waardoor mijn fietsconditie dit jaar gewoon ook erg goed was. En, ja, ik had eigenlijk een paar wedstrijdjes gereden en toen vroeg mijn lokale team of ik met hun mee wou rijden op het NK Masters. Ik zeg, nou ja, ik ga het gewoon proberen en ja, ik won hem direct. Dus ik vond het echt wel fantastisch. De rijkste wedstrijd is nu het WCKT, 28 tot 30 oktober. En dat is gewoon ons eerste meetpunt. En vanuit daar moeten we weer verder. Ik hoop zoveel mogelijk mensen die er doorheen komen naar de Wereldbekers. En daar het zo goed mogelijk te doen. Andere kant van het verhaal ben ik gewoon heel nieuwsgierig hoe iedereen ervoor staat. We willen toch graag grenzen verleggen. Er zijn straks mensen die kunnen meedoen om de prijzen. Maar er zijn ook nog mensen waar het nog te vroeg voor is. Maar ook daarvoor zijn wij gewoon bezig om daar de lat ook steeds hoger te leggen. Zodat ze straks ook kunnen meedoen om de prijzen. En dat is misschien niet dit jaar, maar dat is misschien de volgende generatie, volgend jaar of weer verder. We hebben nu één wedstrijd gehad vorige week in Heerenveen. Nou ja, dat ging eigenlijk best wel aardig. Dus laten we die lijn voortzetten en dan gewoon een mooi seizoen van maken.